Ik ben geen homo, maar... Moet je nagaan. Je bent echt knap. Nou, dankjewel. Kom je, ga je eruit of ga je erin? Ja, weet ik niet. Als jij erin gaat, ga ik er ook in. Nou, het is zaterdag. Het is heel vroeg. Het is 's morgens 9 uur. En ik ga vandaag 2 videoclips opnemen. Het is 11:15. Het is geen 9 uur. Oh, het voelt als 9 uur. Maar ik vind het vroeg genoeg. Ben je mijn naam alweer vergeten? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Want jij viert het kerstfeest met een ander. Gaan we dit ook allemaal filmen? Voel me in de kerstman. Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog, oftewel mijn nieuwe filmpje. Nou, het was een bewogen week. We hebben 2 videoclips opgenomen op 1 dag. Het was pittig. We hebben nog opgetreden voor de HSB-groep in Zuiderduin in Egmond. Het was een fantastisch feestavond. En voor de rest ben ik nog even in Alkmaar geweest voor wat gezelligheid. Nou, wat hebben we nog meer gedaan? Ik heb een paar interviews gedaan. We hebben nog wat TikToks opgenomen die het heel goed hebben gedaan. En ja, voor de rest is het druk. Ik heb tv-opnames deze week en voor de rest gaan we lekker natuurlijk er tegenaan. Want het wordt een heel druk weekend. En wat we meer dan 40 minuten materiaal hebben voor onze vlogs, gaan we dat opdelen in 2 verschillende vlogs. Dus ik zou zeggen, lekker genieten. Moeten we nog het raam open doen? Hoi, hoi. Goedenavond. Wat een slagschip, hé! Oh, maar ik wil echt een foto met je, hoor. Echt waar? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk mag dat. Ja? Ja. Ik ben echt knap. Ik ben geen homo, maar... Moet je nagaan. Je bent echt knap. Nou, dankjewel. Nou, loop deze kant op, maken we een foto. Kom hier. Geen probleem. Wil jij hem vasthouden? Ja, helemaal goedenavond. Je mag in het raam, door het raam, en je mag ook wat je wil. Nou, als je samen, gewoon daar. Oh, dan gaan we daarheen. Ja, dan zie ik je doe ik even een jas aan zo, goed? Ja, geen probleem. Ja, dat is wel logisch. En dan gaan we gewoon daar binnen, dan is het wat warmer ook. Doen we. Leuk. Leuk. Wat een schat. Hoi, we gaan een foto maken binnen, even of ja. Daar bij de ingang. Ja, ja. Helemaal goed. Weet je waar je naartoe gaat? Geen vrouwendating, dat ga jij me vaststellen. Rechtdoor en ja? Dan naar links. Oké. Ja, hoe ga ik dat? Kom maar verder. Ja. Wat een mooie boot, hé. Wauw. Helemaal. Hou jij deze even vast, doe ik hier het raam dicht. Doe ik mijn jas aan. Kom erbij staan. Ja, nee, wil je daar? Wel in het licht. Bij de ballonnen. Daar of daar? Ook ingang 4. Ja. Moet dat dan mee? Ik heb het zo. Ik ben niet Oké. Heel goed. We komen nog eens ergens. Wat een grote boot. Ik heb toch al heel wat boten gezien. Nou, deze. Die ben ik nog nooit op geweest, nee. Nee? Nee. Ik vind het heel imposant. Ik hoor het ook van binnen is. De SS Rotterdam. Ja. Ben jij er wel eens op geweest? Mijn zus is hier getrouwd. Nee, joh. Ja, echt. Wat leuk. Ik heb jou nog niet eens een hand gegeven. Ach, een artiestenbegeleider. Hoi, Ibrahim. Gerard, dag jongen. Ja. Loop mee. Ja hoor. Voordat je weet zit je tussen het wal aan het schip hier, hè? Wat een gezelligheid hier zo. Ah. Even een sigaretje roken. Kom erbij. Hallo. Goeiedag. Hallo. Ik heb hem toch echt gezien. Ja, leuk. Wat een aardig gast. Ja, ik hoorde het. Leuk. Haatsieplats. Heb je nou eten gemaakt, even zeker? Dit ligt er zo. Staan we er goed op, dankjewel. Oké, het is natuurlijk verschrikkelijk licht dit. Hey, fijne avond, geniet ervan. Ja, fijne avond. Wacht uw humor op heel erg. Nou, dat is goed om te horen, dankjewel. Veel plezier, dankjewel. Geniet er lekker van. Oké. Succes. Dankjewel, tot zo. Dank je. Hallo, hoi. Hallo. Kijk eens, we hebben de catacomben. Hallo. Bij wie? Je gaat ook echt hier de artiesten. Ja, leuk hoor. Alsjeblieft. Ziet er nou op die bal? Normaal. Hij is hier de personeelschandel. Nou, jongens. Ja, volgende maand nog. Wat wil je nog meer? Stu. Kijk eens. Een spiegel en appelsap en wij zijn al blij. Top! Nou, dat hebben we goed. Helemaal super. Wat een grote bal.
Hallo. Ja. ik ben ooit wel eens dat ik op moest op zo'n boot in Italië. Ik zeg, jongens, ik ga naar mijn krib. En uiteindelijk zat ik naar 3 kwartier weer in de bar, want ik kon me gewoon mijn kamer niet vinden. Ja, dat is hier hetzelfde. Je moet eerst je etage weten. Krijg je een microfoon? Ik heb hier de andere microfoon. Nee. Loopt nog steeds goed hier? Ja hoor. Wat een geinig zeg. Geinig. Geinig. Zit u lekker op een trap? Ja. Oh, familie van Trap. Kijk eens even. Nee. Ik zit gelijk goed, geloof ik. Hij is overal die Gerard. Goedenavond. Goedemiddag. Ciao. Kom je, ga je eruit of ga je erin? Ja, weet ik nog niet. Als jij erin gaat, ga ik er ook in. Hij is wakker, jongens. Ja, ja, ja. Ja. Gerard is erbij. Hey, joh. Hoog hieruit! Kijk eens even. Dat was een beetje koud. Oké. Nou ja. Ja. Dat mag je zeker. Heb jij een fotostel bij je? Ja, ja, ja. Leuk! Wat gezellig! Ik heb gezien met de toppers. Nou, goed! Ja, geweldig! Genoten! Ja, ik heb echt genoten. Ja, dat is fijn om te horen. Dank je wel. Naast me met je vingertje zoen. Deze avond op je lichaam veel maat over doen. Je maakt. Het is zaterdag, het is heel vroeg. Het is 9:00 AM. We gaan naar zitten in Nijkerk, toch? Nee, Putten. En ik ga vandaag 2 videoclips opnemen. Eentje voor Eenzame Kerst, Nederlandstalig. En een Engelstalige, December's Gonna Last. En dat is een liedje van 6 jaar geleden. Daar hebben we een remix van gemaakt. En dan gaan we vandaag 2 clips opnemen hier in Putten. Ik heb geen idee hoe en wat, maar ik laat me zo verrassen. Genoeg kleding mee. Heb je nou een baardje, Gerard? Ja, ik heb een baardje, want het eerste clipje nemen we op in de gevangenis. Dus dan ben ik heel triest en geen zin om te scheren. Dus dat is de reden. Ja. Maar die gaat er weer af. Ja. En voor de mensen die denken dat je in de war bent, qua tijd, het is 9:15. Het is geen 9:00. Oh, het voelt als 9:00. Ja, nee, maar dat ze denken, wat is die vroeg uit bed? Want dat ja. Is natuurlijk niet jouw gewoonte. Dat is niet mijn gewoonte. Dat gaat ook niet meer gebeuren, ben ik bang voor. Maar ik vind het vroeg genoeg, meneer. Ik had liefst mij nog een keer omgedraaid. Ja. Maar ja, dat doorliggen is ook niks natuurlijk. Nee. Ik ga zo natuurlijk 2 clipjes opnemen. Dat is best wel veel op één dag. Maar eentje doen we alles met 2 camera's vanuit 1 hoek. Want daar is de clip ook voor. Het heet namelijk Eenzame Kerst. Oude liedje van André Hazes. De grap was eigenlijk dat ik had 2 jaar geleden een tekst geschreven op Ik zit hier alleen Koningsdag te vieren. En toen had ik bij John Dinner dat liedje opgenomen voor Koningsdag. Met dat ik eigenlijk op een matje zat en dat er eigenlijk niemand langskwam, omdat het heel zielig was. Met al mijn oude eigen troep, mijn cd's en spullen en merchandising die ik zelf nooit verkocht heb voor mezelf. Dus dat vond ik wel eigenlijk heel ludiek en een beetje zelfspot. En daar heb ik toen een filmpje van opgenomen bij Paleis Soestdijk, omdat ik daar ook opnames had. En toen dacht ik, ja, die band hebben we eigenlijk nog. Waarvoor zing ik niet eigenlijk dat Eenzaam? Het was een van mijn favoriete liedjes vroeger, als jonge jongen zijnde. En het was André Hazes, zijn allereerste hit. En hij had het eigenlijk geschreven voor Johnny Kraaikamp of Willy Alberti. Maar die wilde het niet. Die zeiden, joh, zing het lekker zelf. En ik heb vorig jaar voor het eerst heb ik het gezongen bij Holland Zingt Hazes. En dat was de reden eigenlijk dat ik het opgenomen. Het is eigenlijk gewoon een uit de hand gelopen grap.
Maar ik vind wel dat ik zelf heel mooi heb gezongen. Niet beter dan André, maar wel mooi. Zeer bescheiden dit, hè? Ben je mijn naam alweer vergeten? Ja, natuurlijk. Ja. Herman. Herman. Hey, luister eens. Ja, dit is gewoon de set, hè? Je mag... Ga zitten. Op je bedje. Oh, wat heerlijk. Nou, van een paardenstal, Gerard. Het is wel een soort stal, denk ik. Maar er is een soort gevangenis ingecreëerd. En ik moet je zeggen, ik ben dol op dit soort locaties. Want Oer-Hollandse kan ik niet. En ik heb nog een mooie hond ook, die heel lief is. Ja, wat ben jij lief. Mwah. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De zon vindt. Hoppa. Hallo. Koud? Nou, het is niet echt warm. Ja, ik wel half gegeten. Ja. Hi, Gerard. Hoi. Gezellig hoor. Woehoe. Nou, dan nemen we maar een kopje koffie, hè. Oh, nee, dat moet je niet. Hoe ging het, Gerard? Ging het goed? Ja, het is helemaal de sfeer die je nodig hebt voor dit liedje. De azen komt gewoon uit je... Het is gewoon 0 graden, hè. Ik ga me even zweren. Gaat het goed, dames? Ja, maar wij zitten vol verwachting te wachten. Ah, ja, dat bestaat ons vak uit voor 95%. Wachten. Nou, we waren laatst, was ik dan met haar man en de kinderen naar Baar. Oké. Okay. Toen hebben we een kerstfilmpje opgenomen met de rijdende rechten. Oh jeetje. Dat is ook gelukkig niet zo lang allemaal, hè? Maar dat was ook wel, want we hebben echt daar 3 uur of zo gezeten voor uiteindelijk hele kleine stukjes. Ja, ik vind het grappig voor die kids, is dat toch geweldig. Tuurlijk, ja. Maar dan zie je pas hoe lang je bezig bent. Ja, voor soms helemaal niks. Nee, klopt. Dat is echt wel bijzonder, ja. Even kijk je in de wereld van ons. Ja, precies, van jullie, ja. Mag ik misschien voor jou spiegel en een wasbak gebruiken? Natuurlijk, kom. Oeh. Speciaal voor de videoclip had je dus baardje laten staan. Ja. Maar voor een ander shot moet hij eraf. Wat zeg je? Voor een ander shot moet hij eraf. Ja. Hoeveel kilo ben je nu afgevallen? 9. Kan je het wel zien? Niet normaal. En hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou ja, ik heb gewoon minder koolhydraten genomen en geen patatten meer bij als ik uit eten ga. Dus nou ja. Lekker belangrijk. Maar ik ben er wel blij mee. Nou, misschien dat ik eens een leuke reclame doen voor Gillette of zo. Ja, baardgeur is natuurlijk prachtig. Gaan we dit ook allemaal filmen? Ik ga wel voor de kerstman spelen zo. Ja, ik voel me net de kerstman. En mijn hele leven al de kerstman volgens mij. Die Bob is ook gasvrij, hè? Ja. Nou, ik heb jou in de afgelopen 10 jaar nog niet zo slank gezien. Nee? Nee. Nou, dat is wel heel fijn om te horen. Nou jongens, dat is toch even lekker, of niet? Ja. Heerlijk. Goed. Wil jij je zo heel warm aankleden? Ja. Met die auto rijden. Oh, jezus. Je weet dat je kunt me volgen via TikTok, Instagram Story, Facebook, Twitter en natuurlijk ook mijn eigen YouTube kanaal. Ik wens iedereen een ongelooflijke leuke week toe. Veel gezelligheid, veel liefde en vooral blijf blij en blijf gezellig. En tot snel. Groetjes Geert.